De Dataloog is de Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten rond-tafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsteskundigen. Welkom bij Dataloog nummer 28 alweer. En vandaag weer een mooi onderwerp, namelijk een in, in onderwerp gerelateerd aan mijn PhD. We gaan het vandaag hebben over graafdatabases en graaftheorie. En wanneer je graven wel moet graven, en wanneer je graven kunt begraven en dergelijke. Vandaag aan tafel een andere co-host dan normaal. Walter van der Scheer van GoData. <laughs> Welkom Walter als, als co-host vandaag in de, in de show van de, van de Dataloog. Jurien, dankjewel en hartstikke leuk om hier te zijn nu een keer aan, de, aan deze kant van de tafel. En uh, ik kreeg een mooie kritische vragen van jouw kant aan, uh, aan onze gasten. Absoluut. We zijn vandaag ook, ook op locatie van GoData Data, vanwege de Neo4J Meetup in Amsterdam. Uh, we spreken dus we zijn vandaag 29 mei 2019. En aan tafel zitten, moet ik even goed spieken. Aan de ene kant uh, verantwoordelijke voor de sales van Neo4J en ook gewoon expert op Neo4J-gebied en graaftheorie, want hij heeft twee boeken geschreven. Uh, dat is uh, Rick van Ruggen. Hey. Welkom. Hey. Dank je voor de uitnodiging. Ja, ja en uh, zo te horen, helemaal uit Antwerpen vandaag overgekomen. En uh, binnen een uurtje hier aanwezig. Fantastisch dat je, dat je er kunt zijn. En aan de andere kant, uh, consultant bij Data uh, Ron van Weverwijk. Goedemiddag. Hi. Ja, ja, het is voor, voor ons middag. Voor ons middag. Als je in, in, de, in de auto zit in de ochtend, is het voor jou ochtend. Dan wens ik je in ieder geval een goede ochtend. Welkom allemaal aan de show. En vandaag gaan we ongeveer drie kwartier praten over ja, graafdatabases. Heel interessant onderwerp, denk ik. Ja, en ik uh, ben ook wel onder de indruk van uh, wat Rick eerder vertelde. Dat hij misschien wel de meest ervaren podcast-opnemer is uh, die we hier aan tafel hebben. Hoeveel podcasts heb jij inmiddels uh, opgenomen in je leven? Ja, nou, 110 of zoiets. Maar dat is echt <laughs> totaal amateuristisch. Uh, heeft me heel veel plezier en heel veel liefde gedaan voor, uh, uh, ja, voor de Neil 4J community. Hè. Uh, ik begonnen op een, uh, op een beurs in Londen. Uh, ja, waar we echt als uh, boothbabes uh, ons stonden te vervelen. En dan dachten we van ja, we gaan iets nuttigs doen. En dan hebben we maar een podcast opgenomen. Zo. Uh, ...zo eraan begonnen en, uh... Ja, nu meer dan 110 episodes verder, dus uh, ja. En dat loopt nog altijd door? Ik probeer het verder te doen, maar dat is uh, natuurlijk een klein beetje moeilijk te combineren met de dagjob soms. Ja. Maar overduidelijk genoeg te vertellen over Graph Database. En enorm veel over te vertellen, ja, ja, ja. Hebben we nog even? <laughs> Zeker, we beginnen net. Zullen <laughs> <Ja. lacht> um, we gewoon even we beginnen met een voorstelrondje? Rick, wie uh, ben je, wat ben je, wat is je achtergrond en waarom, ja, waarom Neo4j? En, nou, vertel ook maar even wat over die podcast van Neo4j, en dan doen we de link in de show notes gelijk even. <laughs> ja, dat is super. Uh, ja, Rick van Brugge, uh, zoals, je, zoals je kan horen, geen, uh, geen Nederlander, maar wel met Nederlandse roots. Uh, Daar hebben we trouwens ooit eens in de Meetup uh, uh, een, uh, een presentatie over gedaan, over mijn uh, genealogie-tree, die ons helemaal tot in Helmond uh, uh, terugbracht. Maar ik werk dus al zeven jaar voor NFJ. Uh, heel erg leuk bedrijf om voor te werken, heel erg mooie markt, heel erg mooi product om, om mee te werken. Uh, maar mijn achtergrond is eigenlijk uh, ja, ik, echt in de in business, uh, allerlei verschillende start-ups lopen en dat is ook echt mijn passie uh, om 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 kleinere bedrijven te helpen om om te groeien en om uh, om er iets van te maken dat blijft duren uiteindelijk ja want uh, ja, zonder een commercieel model uh Blijft, blijft het feestje niet duren. En dat hebben we bij Neo4j, denk ik, toch wel vrij goed gedaan. Uh, van een open source project uh, van drie, drie uh, Vikings in een uh, garage in Malmö. Uh, een bedrijf van gemaakt hè, waar, we, waar we toch echt uh, enorm grote klanten met enorm kritische projecten uh, blijven helpen, dag na dag. Hoe groot is Neo4j dan? We zijn met 300 mensen. Ongeveer. 300 mensen, dus. Ja, ja, ja. En nog steeds aan het groeien. Dit jaar ja. gaan we nog eens 100 mensen bij, bij aanwerven. Dus, uh, ja. Allemaal gelocated uh, in Antwerpen? Of is het nee. over de hele wereld onderhand? Uh... <laughs> nee, dat zou eigenlijk moeten, maar. Ja, ja, het <laughs> gaat is... nog, nog leuke bedrijf worden. Als Antwerpse chauvinist moet ik dat eigenlijk zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben de enige Antwerpenaar. Um, maar, uh, uh, kijk. Uh, we, we hebben eigenlijk een paar grote vestigingen. We hebben een, een heel grote vestiging was nog steeds in Zweden, uh, waar nog het grootste RD-team zit. We hebben een groot team in, uh, in Londen zitten. Uh, in Zweden een honderdtal mensen, in Londen een vijftigtal mensen. Een groot uh, kantoor in, uh, in, in de USA uiteraard. Twee kantoren, één aan de Westkust, één aan de Oostkust. Daar ook een zeventigtal mensen. En dan heel veel mensen die uh, overal ter wereld uh, ja, bij klanten vooral zitten. Hè. Uh, dat, is, dat is heel erg verspreid. Dan, hè. Zoals, dus in dit geval, ron. Zoals ron, ja, inderdaad. Ja, niet dan in, in dit geval behorend bij die 300 man die nee, nee, in, nee, bij Nio werkt. Nog niet de rond. Nog, nog, nee. nog niet wie weet. Um, nee, maar dan inderdaad, in de ja, voorstellend, uh, ik ben, uh, ben Ron van Levenwijk, uh, consultant nu bij uh, Go Data Driven. Uh, begonnen ooit als, uh, als Java developer, uh, zo opgeleid, uh, uh, eigenlijk vanaf uh, yeah, vanaf de opleiding meteen. Um, en eigenlijk vanuit die Java-rol uh, op een gegeven moment bij de Kamer van Koophandel terechtgekomen. En daar uh, eigenlijk de eerste ervaring met uh, Nio nou ja, het product wat uh, nou ja, acht jaar geleden is, uh, negen jaar geleden ondertussen, uh, zag er op dat moment nog wel heel anders uit dan de, de database eigenlijk die we nu hebben. Het, uh, toen waren die, uh, die Vikingse routes, uh, die waren toen nog wel, uh, wel merkbaar in de software. Uh, maar uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk verslaafd geraakt aan het, uh, ja, aan het model, aan het graafdenken en... Uh, ja via die weg ook uh, ja, heel erg geïnteresseerd geworden in uh, data-analyse. En uh, ja, dus uh, dat ben ik. Ja, je hebt wel eens gezegd dat je um, nee, vooral dat, dat puzzelen in, uh, met, uh, met data en met technologie, dat je dat zo mooi vindt. Uh, en uh, dat het ook een reden is waarom je uh, ja, verliefd bent geworden op, uh, op graph databases. Ja, het, het, het mooie van werken met zo'n graph is dat het meteen heel visueel is. Dus uh, ja, tabellen, uh, daar kan je we zijn we als softwareontwikkelaars eigenlijk heel ja, gebruikelijk... Ik moet een stukje data opslaan. Relationele databases ken ik. Dus daar gaan we het in opslaan. Uh, maar ja, dan heb je alles in een tabel zitten. En ja, uit die tabellen haal je niet die, die echte details. Je haalt daar niet echt die... Die, uh, die verbanden. Ja, die verbanden uit die, uh, die je graag vaak wil zien. Um, en dan heb je zo'n Neo4j database voor je. En ineens... Uh, ah, ik ben geïnteresseerd in dit ding. Ah, wacht. Dat ontpopt zich daarin. Nee, hey, dat heeft een verbinding met dat. En, ah, en eigenlijk... Al explorerende kan je dan zo mooie verbanden eigenlijk in die data zien die je ja, uit die tabellen gewoon echt niet ziet. Het is ook echt heel erg grappig als je, als je met mensen begint te praten over graph databases, dat, dat ze eigenlijk heel erg vaak denken aan graphical databases. Ja? En dan moet je echt zeggen van nee, het gaat niet over de pie charts, ja. uh, <laughs> uh, het gaat niet over grafieken, maar het gaat over structuren, het gaat over netwerken, het gaat over, ja, over, een, over een datamodel uiteindelijk. Hè? En uh, dat, dat is toch wel ja, uh, de, eerste, de eerste opening statement die we heel erg vaak moeten maken uh, over graph databases. Nog altijd? Ja, nog altijd hoor. Ja. absoluut Het ja, is wel grappig dat als je dat uh, als je dat ziet binnen Xebia hebben we heel veel uh, die kennisdeelsessies. Nou, ja, uiteraard heb ik mijn aandeel daar uh, behoorlijk in zitten in de, in de graaftheorie. Um, we hebben veel collega's hier die heel veel charts maken, heel veel visualisaties maken van dingen. Je merkt nu echt dat, ondanks dat ik de opmerking niet meer hoef te maken, als men zegt: Oh ja, dat is echt een mooie graf waarin ze een pie chart of een ding vertellen, dat echt gewoon ondertussen gonst het zo door die zaal heen. It's a chart. It's a chart. Het ja, ja. is a chart. Dus dat eigenlijk de dingen die ik al, al jaren roepen, die nu niet eens meer door mij hoeven uh, benoemd te worden. Van, uh, ja, om het onderscheid maar te maken: het is, ja, een graph is wel veel meer dan ja, een visualisatie daarvan. Je kan het opslaan, je kan het persisteren en je kan er gewoon ja, data uithalen en informatie uithalen. Een van de vaste onderdelen in uh, de Dataloog-podcast is altijd uh, het datanieuws uh, van de week. Um, Jurjan, heb jij nog interessante ja, dingen gezien in de. Met data de, nieuws de van de week. Een stuk over uh, AI en transparantie. En uh, hoe belangrijk het is dat bedrijven verant verantwoording kunnen afleggen over de keuzes die hun algoritmes maken. Daar gaan we ook vast vragen, zo meteen over uh, hoe dat met uh, Neo4J werkt. Maar het, wat ik wel heel typerend vind is de nieuwe trend in AI-land. Uh, waarin bedrijven dus ook daadwerkelijk moeten uit gaan leggen. De AVG was natuurlijk ook al een nieuw. Nieuw dingetje erin. Waarom jij eruit gepikt wordt als, nou als fraudeur of als, als verzekering zegt: meneer, we komen toch even langs om te kijken bij u of uw televisie echt kapot is. En daar wordt er een oproep gedaan voor wetgeving en voor accountability van, van AI-algoritmes. Nou, leuk. Dat is al punt één, dat is hot. En maar we zitten toevallig ook volgende week bij Deloitte. En dan gaan we precies daarover spreken met, uh, met twee experts over wat je nou eigenlijk nodig hebt om een, een black box te openen. Dus ik heb helemaal, uh, ja, ik zit helemaal in het onderwerp uh, sinds een paar dagen. Ik denk, ja, dit is inderdaad wel interessant. Ja, ja het is enorm in opkomst. Uh, en uh, eigenlijk is er een, een braakliggend terrein. Uh, want uh, data scientists en organisaties zijn er eigenlijk nooit mee bezig uh, geweest. Uh, je ziet dat door de opkomst van neurale netwerken... waarin die uitlegbaarheid van een model steeds moeilijker wordt... ook voor de ontwikkelaar zelf, ja, dat die vraag ontstaat. Maar ook, ja, je refereert al aan, aan GDPR, ook daarin uh, is het gewoon belangrijk... om op individueel niveau inzicht te kunnen geven in wat een model doet en, en waarom. En daar wil ik ook even op inhaken met, uh, met ander nieuws. Uh, het is van, uh, van vorige week. Dat is het nieuws van de Belastingdienst uh, dat die uh, etnisch profileren zouden, uh, zouden inzetten... Uh, voor het uh, al dan niet stopzetten van, uh, van toeslagen... Um, en dat heeft ertoe uh, geleid dat zelfs uh, minister Hoekstra van Financiën daarop moest uh, reageren en uh, heel duidelijk een statement heeft uh, neergelegd dat uh, um, ja, de, de overheid absoluut niet wil dat er uh, gebruik wordt, wordt gemaakt van etnisch profileren in, in de modellen. Waarmee dus duidelijk de toon gezet is dat het voor iedereen belangrijk is om die uitlegbaarheid ook te hebben. Maar was het dan een casus dat je, dat, dat je dus duidelijk etnisch profileren ook daadwerkelijk had in, in een stukje? Jazeker, ja. Dus ja? Uh, wat, wat er ontstond is dat uh, toeslagen stopgezet werden en de gemeente Almere die, die hield daar een, een bijeenkomst voor... En de aanwezigen die keken is om zich heen denken wat raar eigenlijk dat hier allemaal uh, ja, mensen van buitenlandse afkomst uh, zitten en, en hoe zit dat nou? Een aantal mensen dat uit gaan zoeken en uh, ja, daaruit kwam naar voren dat er uh, een enorme bias is in het model uh, voor uh, mensen met, uh, met bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit. Ja, daar vraag ik me meteen al af. Uh, zijn dat waarschijnlijk dan mogen we hopelijk vanuitgaan onbewuste dingen die uh, die in zo'n model verwerkt komt, maar. Wat ik me dan afvraag, op welke feature in die data heeft dat dan getriggerd? Want als er dan dus letterlijk nou ja, etniciteit of zulke dingen in de brondata al zitten, waar je überhaupt al start op trainen, ja, dan begin je gewoon al verkeerd. Dat had überhaupt dan niet eens in die data moeten zitten waar je, waar je op aan het trainen bent. Dus uh, ja, die uitleg die zou je in de basis al niet eens moeten geven. Want je zou, het zou geen onderdeel van je ding moeten zijn. Dus het is dan maar te hopen dat er ja, iets correleert met etniciteit of iets dergelijks, wat er de onbewust is ingeslopen. Maar ja. Ik ben wel benieuwd wat daarachter zit. Ja, ja, in sommige gevallen uh, zou je een model ook willen dempen op accuratessen om juist die, die fairness daarin uh, in te krijgen. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd naar die uitzending volgende week, waarin uh, ja, de, de, de heren geloof ik in dit geval. Uh, ik wil niet, uh, niet profileren hier, maar volgens mij zijn twee heren die uh, daar uitleg over gaan geven. Ik volg, het, ja, het, het volgend, ik volg het Nederlands Nieuws natuurlijk niet zo, niet zo nauwkeurig als het Belgische nieuws. Zeker niet met deze verkiezingstijden achter ons. Maar uh, ik vind het wel interessant dat je zegt van ja, de uitlegbaarheid van data, dat dat iets is dat, uh, dat ook daarin speelt. Uh, dat, is iets, dat is ook iets dat we dat eigenlijk heel erg vaak hebben teruggezien in uh, verschillende NFJ-projecten, in graph -project, projecten. Omdat graphs eigenlijk heel erg goed zijn in het, ja, het, het blootleggen van die verbanden. Hè, van, van, waar, van waar komt dit nu eigenlijk? Hè? Ja. Dat is trouwens ook. Uh, uh, in, in heel, veel, heel wat regelgeving, in uh, financiële regelgeving voor financiële instellingen en dergelijke, ook gewoon uh, verplichten. Banken moeten kunnen uitleggen hoe zij aan bepaalde gegevens komen. Als zij uh, bij, uh, bij de Europese Commissie uh, gaan uitleggen hoe ze aan bepaalde rapportages komen, stress-tests komen, asset-tests komen, zij moeten kunnen uitleggen waar die data vandaan komt. Want anders dan, ja, dan zegt de Commissie gewoon van, uh, jij ja, kan dat wel mooi beweren, maar... Uh, van waar komt dit uiteindelijk? En, en veel banken hebben eigenlijk heel veel energie moeten steken met, met echt ongelooflijke toestanden. Hè? Echte warrooms met teams van tientallen mensen die dingen moesten uitpluizen. En daaruit zijn eigenlijk heel veel van die data lineage projecten, data governance projecten uit uh, ons proto, zal ik maar even zeggen, om um, um dat eigenlijk te automatiseren. Omdat ze, omdat ze die herkomst van die data precies moeten kunnen aanduiden. Mag ik toch? Of was er een vraag Neo4J, een graph theory, dat moet je sowieso ook al vaak uitleggen. Niet iedereen pakt het zo. Is een, is een neuraal netwerk, een standaard data's hebben een neuraal netwerk, nou moeilijker of makkelijker uit te leggen dan een uh, kortste pad algoritme in een, uh, een graafdatabase? Wat is, wat, is nou wat is nou uitlegbaarder? Hoe moeten we dat dan zien in, dat, in die context? Ja, Waarschijnlijk uitlegbaar. Heet, dat heeft twee kanten, denk ik. Het ligt er vaak aan aan wie leg je dat uit. Ik denk dat als je uh, je uitgangspunt is een uh, uh, iemand met machine learning achtergrond of dat soort dingen, ja, dan is een duraal netwerk waarschijnlijk makkelijker uitlegbaar. Maar ik denk voor de gemiddelde mens, kortste pad, nou ja, uh, hoe, wat is het kortste pad in je routebeschrijving? Hoe, je gebruikt wat is... het vandaag vaak al. Ja. Ja, je hebt je Google Maps vandaag gebruikt, dus je kan het vaak wel uitleggen. Hè? Uh, nu, wel, ik denk netwerken, dat is iets dat, dat heel veel mensen wel begrijpen. Hè? Uh, het, het, is, het is dat model daarachter. En wanneer je eigenlijk begint te praten over uh, wat, wat je met netwerken allemaal kan doen, hè? zoals bijvoorbeeld een neuraal netwerk. Want dat vind ik een toepassing. Hè? Dat is een toepassing van een, van een van netwerktheorie. Um, dan, ja, dan, dan begin je denk ik uh, heel snel in moeilijkere... Onderwerpen te verzeilen. En dan, dan moet je het vaak uh, heel erg ja, tastbaar beginnen uitleggen, uh, bolletjes en pijltjes beginnen tekenen, om het, uh, om het duidelijk te maken. Laten we eens bij het begin beginnen. Niet iedereen, niet iedereen kent een, een graaftheorie, niet iedereen kent graafdatabases, maar we hebben vast heel veel luisteraars die waarschijnlijk denken: Oh, dat is toch wel interessant, daar wil ik al meer van weten. Laten we eens even bij, bij, de, bij de bottom line beginnen. Wat is een, een graafdatabase en wat is een graaf Database anders dan een standaard data warehouse in een organisatie, wat kun je daar dan wel en niet mee? Ik, ga, ik, ga, ik kijk eerst even naar, naar Rick, die, die vast een sales pitch heeft. Die, 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 die ja, ik zit zo uit de van mijn stoel. Ja, ja precies nou, Gooi hem er maar eens even aan. Ja. Hoe ver in de historie ga je dan terug? Ja. Ga je dan helemaal naar Euler? Of kijk, uh... ga, ik ga mezelf ik ga, inhouden. De, 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 het De verhaal van de van Koningsbrugge ga ik nog eventjes uh, als linkje neerleggen in, uh, in de show. notes, inderdaad, je ja. kent in ieder geval je klassiekers, zin. Dat soort, dan moet dan moet je doen door een psd hè? Ja. Nee, um, well, ik, denk, um, ik denk wel dat het, dat het ergens uh, nuttig is om, om een klein beetje bij het begin te beginnen. Omdat uh, um, ja, mensen vaak denken dat dit iets volledig nieuws is, wat het dus niet is. Het is eeuwenoud. Uh, het is iets dat uh, uh, ook in de, in de computers uh, toepassingen uh, echt al... al, al tientallen jaren, decennia uh, uh, oud is, maar wat uh, eigenlijk een beetje in een verdomhoekje is terechtgekomen en waar eigenlijk veel te weinig uh, aandacht is aan besteed en, en wat nu terug een beetje op de voorgrond komt, omdat er zoveel toepassingen voor zijn momenteel. En, uh, uh, wat is het dus? Wat, uh, waar, waar hebben we het hier over? We hebben het eigenlijk over een, uh, over een datamodel enerzijds. Een uh, manier om over data te denken. Uh, uh, wij zijn allemaal denk ik geschoold om te denken in lijstjes, uh, in uh, tabellen. Ja? En uh, dat is niet de enige manier om over data te denken. Uh, dat, uh, er zijn heel veel andere modellen. En de, het gravenmodel, het netwerkmodel, uh, waarbij dingen verbonden worden aan andere dingen. Hè? Uh, waarbij relaties een, um, een first class citizen worden. Hè? En dus eigenlijk een, 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 een belangrijk onderdeel van je datamodel worden. Um, dat is denk ik een klein beetje in dat verdomme hoekje terechtkomen en dat komt nu terug naar voren. Dus we gaan ons anders nadenken over de data. We gaan het data anders bekijken. Het is dezelfde data, maar we gaan er anders naar kijken. Met name in netwerkstructuren. Um, dat zijn dus die... Die graven. En graven zijn ja, is gewoon een wiskundig na, uh, wiskundige term. Uh, in, de, in, de, um, in het Engels hebben we het vaak over edges en vertices. Um, wij hebben het vaak over nodes en relaties, uh, die eigenlijk uh, ja, verbanden tussen entiteiten uh, modelleren en, en, en inzichtelijk maken. Nu, wat, wat is daar zo belangrijk aan? Het belang daarvan is eigenlijk dat je daarmee... Um, niet alleen een, een heel erg natuurlijk model krijgt om over data na te denken. Uh, Ron had het daar straks al over die lijstjes. Ja, dat is allemaal heel erg uh, mooi en fijn. Maar lijstjes kunnen ook dingen verbergen. Ja, kunnen ook uh, het moeilijker maken om, om over bepaalde dingen na te denken. Zolang je over ja, dingen in dat lijstje nadenkt, ga je er wel uitkomen. Maar zodra je het over meerdere lijstjes van meerdere dingen begint te hebben en over meerdere dingen moet nadenken, dan wordt het vaak heel erg moeilijk. Ja? En die graven die maken dat nu net veel makkelijker. Het gaat veel makkelijker worden om over complexe, complexere patronen, met heel veel verschillende entiteiten, paden tussen entiteiten, van entiteit naar entiteit naar entiteit, om daarover na te denken, om daar algoritmes op toe te passen, om daar nieuwe inzichten uit te destilleren, waarmee je ja, hopelijk ook, ook bepaalde problemen beter kan oplossen. Een graph database gaat uh, niet zozeer over graphics, maar wel degelijk over visualisatie. Um, hoe is die verhouding in, in toepassing tussen visualisatie en daadwerkelijk de inzet van een graph in een product bijvoorbeeld? Uh, hoe moet ik dat zien? Oh, ik denk dat nou, de visualisatie is leuk en interessant en, en heel erg vaak noodzakelijk voor, voor een bepaalde toepassing. Um, maar het is niet de kern van het verhaal. De kern van het verhaal zit hem in de structuren. Ja, zit, hem in, zit, zit hem in hoe je naar de data kijkt en, en ook ja, in het geval van Near4j, omdat wij toch op een bepaalde manier dat implementeren en, en daar een bepaalde ja, technische uh, um, infrastructuur onder hebben gestoken, uh, gaat het ook vaak over snelheid, hè? Over, over, over performantie. Hè? Hoe snel kan jij die structuren behandelen? Ja, uh, dat, is, dat is toch wel echt heel erg belangrijk. Want ja, uh, ik zeg het, uh, dit is niet nieuw. Uh, Gravenstructuren bestaan al heel erg lang. Je kan een graaf implementeren in Excel. is no problem. Hè. Dat is uh, heel erg makkelijk. Uh, maar als je het in Excel zou implementeren, of in een relationele databank zou implementeren, of in een andere databank zou implementeren, dan wordt het gewoon heel erg snel. Een aantal erg traag. en klom is gewoon beperkt. Dat gaat niet schalen. Ja, het gaat niet schalen. Het wordt heel erg. Uh, ja, Slakken hè, Daar gaat gewoon heel erg traag gaan. En dan worden bepaalde dingen natuurlijk ook onmogelijk. Ja, als, je, als iets heel erg traag wordt, ja, dan kan je bepaalde dingen gewoon niet meer doen. Ja, nou Ron, jij hebt daar in de dagelijkse praktijk mee, mee te maken. Jij, jij ontwikkelt met, uh, met Nieuwe4j. Ja, en dan, dan inderdaad. Ik bevestig ik wel wat, uh, wat Rick ook aangeeft. Uh, je ziet dat de applicaties die we bouwen. Uh, er dus zit vaak wel een visueel aspect zitten in, Dus dat, dat eindgebruikers eigenlijk die het systeem gaan gebruiken... wel die graafpatronen uh, zien. Meer om ze te overtuigen misschien Op, ook. Nou ja, het, het, vaak in het begin is het ook... Uh, het is natuurlijk de ideale weg ook van... we ontwikkelen een applicatie voor je... kloppen die datastructuren die we hebben. En dat is eigenlijk het heel fijne. Mensen waarmee je uh, praat, mensen uit de business... die snappen dat eigenlijk heel erg goed. Dus uh, laat ze die patronen zien en ze ontdekken eigenlijk vrij snel... Ontdekken ze al de, de fouten die mogelijk in je model zitten. Maar als je helemaal verder zit, ja, als je echt een scherm hebt waar ze dag, dagelijks mee aan het werk zitten, ja, dan is dat vaak gewoon toch weer een normaal scherm met normale tabellen of normale uh, visualisatie. Daarom een helemaal niet zo graaf visualisatie. Kunnen jullie eens aangeven, de lijstjes versus de, de, de graaf? Wanneer, welk, gewoon even heel praktisch, de, de jullie zeggen. Uh, sommige lijstjes zouden een graaf moeten zijn. Kun je als een typisch voorbeeld noemen van een, van een lijstje wat eigenlijk een graaf had moeten zijn? Dus waar kom je het nou tegen? Dat je zegt, nou, maar dit hadden we niet zo op moeten slaan. Hadden we in een andere structuur moeten denken. Oh, wat ging dat dat echt. Um... Wat bedoel, er zijn een aantal dingen die, uh, die heel erg natuurlijk op, op uh, graafstructuren uh, uh, mappen, zal ik maar even zeggen. Dus uh, als jij een netwerkoperator bent, als jij een, een treinoperator bent of een elektriciteitsoperator bent of een telecomoperator bent en jouw job is netwerken beheren, hé. Hey, dan is het misschien niet onnozel om. Sorry voor het Vlaamse woord, maar dan is het misschien niet zo gek. Ja, onnozel kennen we in het Nederlands ook. Okay, ja, <laughs> om, dan is het misschien niet zo gek om, 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 om dat netwerk als netwerk op te slaan. Ja? Dat lijkt me, me evident. Maar in de, in de overgrote meerderheid van de gevallen hangt het eigenlijk af van de, van de vraagstelling. Van wat wil jij doen met dat netwerk? Want je kan, je kan perfect uh, uh, ja, nuttige dingen doen met, met netwerken die anders worden. Ja, op een heel basale manier worden opgeslaan. Ik denk dat, dat het echt zit in de, in, in, de, in de vragen die je stelt. En dus, um, er zijn eigenlijk twee soorten, twee belangrijke soorten van vragen waar graph databases, en, uh, en, en in specifiek daar natuurlijk Neo4j erg goed in zijn. Dat zijn um, vragen waar heel erg veel verschillende entiteiten bij betrokken zijn. Ik leg het vaak uit, als jij, als jij op zoek bent naar een, een restaurant in Amsterdam, ja, dat, dat kan je in Excel, echt waar. Ik bedoel, dat is no problem. Mm. Ja? maar als jij op zoek bent naar een restaurant in Amsterdam dat open is op woensdag, dat vegetarisch doet, waar mijn hond wel, wel, welkom is, waar ze een kindermenu hebben, waar mijn vrienden zijn geweest die het ook liked hebben op sociale media en waar er momenteel ook een tafel beschikbaar is, dan heb je een graafteerbeest nodig, snap je? Dan, dan heb je heel veel verschillende entiteiten. En die entiteiten, die ga je in een traditionele databank niet real-time kunnen bevragen, in een graph database wel. Dat is de eerste vorm van, van, de, van, de, van, de, van de queries, van vragen. De tweede vorm, en die is eigenlijk nog nuttiger, uh, dat zijn eigenlijk padgeoriënteerde vragen. Dat is wat wij bijvoorbeeld in de Panama Papers heel sterk hebben gezien, hè, waar, waar Neo4j uh, heel erg sterk in gebruikt is geweest. Als ik het verband wil zien tussen uh, de president van Rusland en, uh, en Mossack Fonseca, het, bedrijf, het uh, advocatenkantoor dat uh, uh, achter heel veel van die offshore bedrijven zat. En ik wil dat in een traditionele databank doen, dan moet ik eigenlijk allerlei hypotheses form formuleren. Dan moet ik misschien wel duizenden hypotheses formuleren. En dan gaat mijn databank zeggen van ja, nee, ja, 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 nee, ja, nee, ja, nee. Maar ik moet wel eerst die hypothese formuleren. Ja, ja. Ja. In Neo4j kan ik gewoon zeggen... Ik heb hier de president van Rusland, ik heb hier het Mossack Fonseca, laat me even zien wat het verband is. Dat is interessant. Dat is een heel dat... andere vraagstelling, snap je? Dat is iets helemaal anders. Ja. Ja, dus dan kom je op het vlak van van opsporing ook, uh, ook terecht. Volgens mij is dat een heel mooi uh, bruggetje naar uh, jouw buurman uh, Ron. Ja, ik, ik sta te springen inderdaad. Ja, geef me je key. Uh, ja, geef me je case. Maar, maar, ja, maar. Ja, Blijf bij de microfoon. Anders kan niemand je horen. Ja, nee. Het, uh, ja. Uh, als je dat ziet, we uh, uh, op dit moment klus ben ik aan doen bij, uh, bij de field. Nou, uh, typisch uh, typisch opsporings uh, uh, ja, domein natuurlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedere Nederlander per se weet wat de field dan doet is. Dus wellicht een klein, beetje, klein beetje context, is dan wel, uh, wel handig. En ik leg het meestal een beetje uit richting het politiedomein, die kennen mensen vaak wat beter. Um, we kennen de politieagent op straat, die uh, bekeuringen bekeuring uitdeelt voor overtredingen die die ziet, eigenlijk de, uh, ja, de, de, de observaties die er gebeurt. Uh, zie dat als de Belastingdienstinspecteur die nou ja, de aangiftes controleert en, uh, en dat soort dingen. Op het moment dat er een moordzaak gepleegd wordt, dan heb je een rechercheur heb je, heb je aan bod. Nou, ook redelijk inzichtelijk, kennen we allemaal. Uh, dat is het soort werk wat de FIOT bijvoorbeeld doet. Dus op het moment dat we nou ja, een sterk vermoeden hebben dat er uh, fraude gepleegd is, uh, fiscale fraude. Gaat het dan om particulieren of om bedrijven? Of uh, beide? Kan, kan, in principe kan het beide zijn. Uh, daar, daar zit. Uh, uh, eigenlijk elke partij die uh, verplicht is om belasting te, te betalen, die ja, kan daarmee ook, uh, ook fraude plegen en dat is uh, typisch het soort cases dat bij uh, bij de FIOD bijvoorbeeld weer uh, weer terecht komt en dan is het eigenlijk al vaak heel heel makkelijk om te zien. Uh, ik ik hou zelf wel van de van de Zweedse uh, misdaadseries. En dan zie je ze ook altijd al, de rechercheurs van het, van het, ja, van het onderzoek... die zie je altijd al voor zo'n whiteboard staan. Of heeft, tegenwoordig is het natuurlijk hip om voor zo'n mooie glazen wand te staan. Maar het eerste wat ze doen is, ik heb verdachte X, ik heb een locatie Y. En eigenlijk hetgene wat zij doen, is al die dingen verbinden met elkaar. Ze trekken daar al die lijntjes te, tussen. Ze proberen eigenlijk al uh, de zaak op zo'n manier rond te krijgen... kunnen we bewijzen dat die persoon en de andere persoon... Op wat voor manier dan ook contact hebben, of ja, in het geval van, van de field een, een, een financiële verbinding met elkaar hebben, of we, kunnen we bewijzen dat ze elkaar gebeld hebben, dat, ze, nou ja, dat er in ieder geval iets zit in die relaties. En uh, ja, dat is bij uitstek zo'n graaf uh, voorbeeld, uiteraard. Is dat toeval dat je refereert aan Zweedse misdaadseries gezien de Zweedse roots van Neil 4J? Nee, nee, ja, nee, sorry. Het is toch echt uh, in de recommendation engines van, uh, van Netflix, Pip, poppen die blijkbaar bij mij inderdaad, uh, inderdaad op. Maar de Zweden zijn wel goed in dat soort series. Ja. Netflix, zoals ze uitleggen hoe ze dat doen met die recommenders. Hè? Ja, ja, daar zouden ze eigenlijk inzicht in moeten geven wat ze, wat ze dat doen. Is het met recommenders dan ook zo wat jij leuk vindt? Omdat jij een vriend van mij bent, vind ik waarschijnlijk ook vast leuk. Dat is het ook een typische vraag die een Neil 4J dan aan kan pakken ja dat is zo'n voorbeeld van zo'n 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 vraagstelling die uh, beter wordt als er meer entiteiten bij betrokken worden He, dus als ik als ik een, een recommendation doe op basis van ja ik ben nu in amsterdam dus <laughs> het restaurant om de hoek is bij is well, wellicht wa iets wat jou interesseert dat is niet zo'n heel erg verfijnde recommendation maar als ik daar een recommendation aan kan als ik die kan verfijnen met meer entiteiten en met meer informatie, met meer gegevens over ja, maar, openingsuren, mijn vrienden, mijn tafelbeschikbaarheid, dat soort van dingen, dan krijg ik een betere aanbeveling. Dus omdat het meer entiteiten betere aanbevelingen geeft, is denk ik Recommendation Engine een fantastische toepassing voor Neo4J, inderdaad. Ja, dat, dat, dat zie je ook wel weer. Ik geef na nou, de afgelopen jaren heb ik heel veel uh, trainingen gegeven met Neo4J. Uh, nou, collaborative filtering is iets wat vaak gebruikt wordt voor, voor recommendations. Het standaard, eigenlijk laatste opdracht die ik heb in een uh, Neo4J-training van de dag is bouw nu maar eens een recommendation engine gegeven een, uh, een dataset rondom, uh, rondom films. Stel je voor, ik ben acteur en ik moet mijn volgende, uh, volgende film uitkiezen. Met welke acteur zou ik nou eigenlijk moeten samenwerken? Echt zo'n typisch ja, recommendation engine. En eigenlijk tot nu toe in alle trainingen die ik heb gegeven... kunnen mensen dus na een dag met Nio spelen... slagen erin om toch een behoorlijk goede aanbeveling te kunnen doen. Uh, uh, ja, vanuit, uh, vanuit Cypher in dit geval. Dus dat geeft wel een beetje de kracht ook aan uh, ja, hoe de technologie past op, uh, ja, op dat soort vragen. En dat, uh, ja, dat, is voor mij als softwareontwikkelaar is dat de ideale com combinatie. Uh, als het probleemstelling past op de techniek, ja, dan heb je ja, heb ik een luizenbaantje, laat ik het zo zeggen. Nou, ook al van. Je, no je noemt cijfer. Um, kan je uitleggen wat dat is? Ja, nou, ik, ik gaf het net al aan. Um, uh, bij de KVK, negen jaar geleden, uh, was Neo nog onderdeel, echt onderdeel van de applicatie. Maar tegenwoordig hebben we gelukkig, hebben we uh, Cypher. En dat kun je denk ik het beste. En dan kijk ik wellicht dat Rick me gaat becorrigeren. Uh, ik, ik, ik vergelijk het liefst met, uh, met wat SQL is voor relationele databases. Is Cypher voor, nou ja, in mijn perspectief, uh, graafdatabases. En uh, in dit geval dan Neo4j in het, in het bijzonder. Um, en dat maakt het eigenlijk veel makkelijker om zo'n graaf te gaan bevragen, want het, het het is een taal die echt letterlijk ontstaan is vanuit het kijken naar graafpatronen. Hoe kan ik op een declaratieve manier uh, eigenlijk die noodpatronen die ik heb, die die patterns die je die je ziet in die uh, in die graaf, hoe kan ik dat zo makkelijk mogelijk vertalen eigenlijk naar ja, iets wat ik met mijn toetsenbord kan intypen? En dat is uh, ja daar slaagt. Uh, Cijfer echt heel erg goed in. Cijfer is trouwens ook iets dat uh, dat echt geboren is uit uh, uit de, de gebruiksbelevingen. Uh, wij, wij, wij zijn ook begonnen met een uh, imperatieve uh, bevraging van graven. Hè? Dus dat toen Ron uh, nog voor mij met uh, met j aan de slag ging, ja dan had je eigenlijk alleen maar de Java API en dan kon je dan kon je kiezen Java Java of Java. En, uh, en, um, dat, is, dat hebben wij proberen te veranderen, omdat we natuurlijk ook weten dat niet iedereen even slim is als uh, Roma Weverwijk. En dat wij dus ook absoluut willen dat uh, mensen die minder technische achtergrond hebben, dat zij met graven kunnen beginnen werken. En daar heb je een declaratieve taal voor nodig. Dat hebben we gewoon gezien in de geschiedenis. Uh, uh, de CoreSale databases van de jaren 60 en 70 zijn niet verdwenen omdat ze technisch uh, inferieur waren. Die zijn verdwenen omdat ze een. Een bijzonder moeilijke manier van bevragen, hadden je moest kopelprogrammeur zijn om daarmee te werken. En guess what? Zo waren niet veel mensen. Ja? Dus SQL heeft ja, die, dat type van database is echt uh, ja, in de vergeethoek gedrumd, terecht. Uh, en wij proberen die, die fout toch in ieder geval niet meer te maken en ervoor te zorgen dat dat graafmodel uh, ja, voor, voor iedereen beschikbaar is. En dat Cypher is daar een, een fantastische asset in, wat trouwens ook gestandardiseerd wordt nu. We zijn, we zijn volop bezig, en we zijn daar echt heel erg veel vooruitgang in aan het maken om daar een ISO-standaard van te maken. Wat ik nou zo even afvragen Heel veel bedrijven weten wat ze weten. Nou, ze weten wat ze moeten zoeken. Ze weten wat hun vraag is. Ze weten wat ze niet weten. Dan kunnen ze vragen, nou, hoe huren ze iemand in? En dan weten ze wat ze moeten vragen aan diegene om te doen. Maar dit lijkt me nou typisch zo'n gebied waarin je niet weet wat je niet weet. Dus hoe weet je nou dat je, dat je, ik ben manager, ik heb een goedlopend bedrijf. Ik heb de recommendation engine voor of mijn klanten terugkomen. Ik weet een beetje hoe mijn magazijn eruit ziet. En ach hier en daar doe ik wat met finance. En ik weet niet dat ik een graafdatabase nodig heb. Hoe, welke vraag moet ik nou maar zelf stellen om uiteindelijk bij jullie uit te komen en zeggen... nou ja, ik, oh ja, ik heb inderdaad een graafdatabase nodig. Hoe, hoe weet ik wat ik niet weet? Jongen, dat is ja, interessant interessant ja. hoor. Uh, daar kom ik voor naar Nederland, om moeilijke vragen te krijgen. <laughs> nou, uh, ik herken wel heel duidelijk wat je zegt. En dat uh, vanuit de oorsprong, en dat, dat is ook hoe ik in Neo4j terecht ben gekomen... Uh, is het gewoon een. Uh, was het in ieder geval heel erg een techneuten-oplossing? Uh, uh, Want ik kreeg een vraag, in dit geval was het bij de Kamer van Koophandel. Uh, geef mij nou eens tot, uh, tot x niveaus diep. Hoe deze persoon of dit bedrijf verbonden is met een ander bedrijf. En dat waren gewoon letterlijk technische problemen. Ik was gewoon niet meer in staat om met die relationele database dat probleem op te lossen. Dus puur vanuit de techniek gezien, liep ik gewoon echt tegen de grenzen aan van de techniek die we gebruikten. En daarin ben je eigenlijk vanaf de techniek naar boven gaan duwen van nou, we hebben gewoon een ander soort oplossing nodig. Uh, ja, ik kan, kan er misschien nog eentje aan, aan iets, een paar dingen aan toevoegen rond. Ik denk, uh, heel erg vaak uh, hebben mensen al be bestaande systemen. Maar die systemen die... die, die... Kunnen altijd verbeterd worden. Dus ze proberen die alsmaar beter te maken en ze proberen die ook alsmaar sneller te maken. En ik denk dat daar de twee dingen zijn die, die altijd na, altijd opnieuw maar terugkomen. Beter maken, dat betekent dat je op zoek moet gaan naar, naar intelligentere patronen. Dan moet je gaan kijken naar... Wat, 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 wat ontbreekt hier? Wat, wat zijn hier de missende uh, links die, die mij slimmer gaan maken? En dan denk ik dat het, 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 het graven model, maar ook graven algoritmes, eigenlijk toch al keer op keer hebben aangetoond dat ze nieuwe dingen kunnen aanleveren. Dat ze nieuwe inzichten kunnen aanleveren. Ik bedoel, ik geef vanavond een, een, een presentatie hier op de meetup over de, de Game of Thrones graaf. Ik heb nog nooit een episode... Geen spoilers, hè? Geen spoilers. Ik heb nog nooit een episode gezien van de Game of, van Game of Thrones, maar dankzij de graaf weet ik er eigenlijk al wel veel over. Ja, dus ik, 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 ik kan je dat echt laten zien. Zonder iets erover, naar, die, naar die dingen te kijken, naar die, die episodes te kijken, weet ik er al veel over. Okay, en... Nou, even, dus, dus, dus je, je, de, de vraag: hè? Dus, dus ik weet niet dat ik weet en ik ga dan. De techniek loopt achter, de vraag gaan niet beantwoorden. Maar ja, nu heb ik een, een data warehouse staan en, en netjes in Azure of in, uh, in, in SQL met alle mooie lijstjes en zo. Ja, En dan komt uh, Ron binnen of dan komt Rick binnen. En ze, ja, je moet Neo4j gebruiken. En dan moet ik dan heleboel de hele boel gaan ombatterijen naar een graafdatabase. En kost me dat weer een ton om dat om voor elkaar te krijgen, of is het dit met drie klikken gedaan? Ik ga even als een consultant uh, uh, antwoorden. En dat hangt ervan af. Uh, yeah. uh, dat is, uh, uh, dat, dat uh, is meestal eens dat mijn antwoord <laughs> Dat is hè? jouw antwoord, juist. Ja. Nee, kijk, bedoel, ik bedoel, uh, je, je, je moet natuurlijk uh, anders naar de data beginnen kijken. En je moet de data kunnen laden. En ik, ik zou zeggen, door de band genomen is dat niet zo'n... Ja, Halsbrekende opdracht hoor. Dat, uh, dat gaat vrij snel, dat gaat vrij vlot. Uh, met schaal wordt alles moeilijk. Uh, dat is gewoon zo. Als jij, als jij zegt van ja ik wil hier een testje doen met een, ja, een paar honderdduizend uh, rijen of entiteiten. Uh, Mijn best guess is, als je daar, daar een halve dag rond van Weverwijk aanzet, dan is het opgelost. Ja. Maar natuurlijk, als je, als je zegt van nou, ja, ik heb hier 16 miljard uh, rijden en, uh, en die moeten allemaal op minder dan een half minuut geladen en dan geanalyseerd worden, hmm, dan gaat rond van Weverwijk ook even in zijn haar krabben. Ja. Dus dat, dat is iets dat, dat, dat die dingen die worden alsmaar... maar. Uh, ja. Uh, moeilijker met schaal, denk ik. Wat zijn de grootste problemen die je tegenkomt vanuit een traditionele organisatie, met lijstjes van lijstjes, naar een Neo4J-graaf? Wat, wat kom je tegen? Wat, waar moet je rekening mee houden als bedrijf? En dingen waar ik uh, in praktijk heel vaak tegenaan loop, is dat de datakwaliteit vaak sowieso al uh, een, een, een probleem blijft. Uh, conceptioneel zie je al het verschil dat een graafdatabase, wil, die relaties, wil, die ook echt persisteren. Uh, het opslaan. 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 In de opslaan. Okay. Ja. Um, dat betekent dus ook dat um, de regel in NIO heel simpel Een relatie kan ik pas leggen als het begin bestaat en het einde van mijn relatie. Anders bestaat die relatie überhaupt niet. Een relationele database met een goede DBA, die heeft daar netjes voor een keys opgezet en die heeft dat allemaal netjes op de database opgelost, dat het allemaal consistent is met elkaar. Maar die zijn er niet altijd aanwezig en die uh, laten ook nog wel eens steekjes liggen. En in een gemiddelde relationele database kan ik prima zeggen. stop hier maar het ID'tje in. van een record in een andere tabel. Maar bestaat die ook daadwerkelijk? Vaak niet, of regelmatig niet. En dan krijg je dus ineens het uh, probleem. Uh, sorry jongens, maar jullie pretenderen dat er een relatie zou moeten bestaan tussen Kees en Klaas. Maar. Klaas bestaat al lang niet meer. Die is al lang verwijderd in jullie database. Dus het is meer een kwestie van datakwaliteit die dan. Dat is dan dus zijn. ja. en, en ja, daar kom je dus in die zin achter, omdat het NIO in die zin heel uh, strikt is in ja, je kan het niet opslaan als het niet bestaat. Ja, dan, dan val je daarin uh, uh, door de boot. Uh, maar goed, dat zijn dingen die vaak wel weer op te lossen zijn uiteraard. Ja. Ik, ik, we vullen elkaar aan. Dus ik, uh, ik voeg even toe dat, uh, uh, dat, dat het model helder krijgen, ervoor zorgen dat je dat op een, op een heldere manier hebt gedefinieerd en daar hebt over nagedacht in functie van de vragen die je eraan wilt stellen, dat dat waarschijnlijk een van de grootste bottlenecks is en dat je daar uh, um, ja, op conceptueel niveau met, uh, met de gebruiker, met de klant aan, aan, moet, aan moet werken. Het tweede ding dat ik toch wel keer op keer zie en, en Rond is daar mijn getuige in, en, en het, 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 het is gewoon dat mensen eigenlijk niet goed begrijpen wat ze aan doen zijn. Als zij als zij ja een, een ding willen opschrijven, opslaan in Neo4j en ze realiseren niet dat twee dingen moeten bestaan voor dat de relatie moet kan gelegd worden, en dus dat er eigenlijk veel meer werk moet gebeuren voor alleen dat een relatie kan gelegd worden, ja dan gaan ze ook gewoon gekke dingen doen. Dan gaan ze zeggen van ja, ik ga hier drie miljard rijen toevoegen in een transactie. En ik denk guess what, Boom. ja, dat dat werkt gewoon niet. Ja, dus, uh, en dat, dat zijn gewoon een paar technische dingen. En ja, dat is ook een beetje onze functie dan als bedrijf, denk ik, om, om, om te proberen daarmee te helpen. Hè? Ik, ik kijk ook over links uh, van mij, want we hebben het over uh, Graph database. En uh, jullie zijn Ron en Rick, jullie zijn de experts, maar uh, Jurjen, jij doet ook het een en ander met uh, Graph database in je PhD onderzoek. Ja, ik, ik beschouw het, het laadinfrastructuurnetwerk netwerk van, uh, van Amsterdam en de grote steden als, als zijnde graaf, dus een netwerk. Dan heb je een netwerk van laadpalen in dit geval. Je hebt natuurlijk een fysiek netwerk onder de grond. En je hebt ook een netwerk van ev gebruik van laadpaalgebruikers, van de EV-gebruikers. En wat, nou, wat ik heel interessant vind, waar ik simulaties van maak, is wat je noemt cascading failures. En, en dat, dat is iets wat, waar een normaal database systeem helemaal niet mee om kan gaan. Maar je moet je voorstellen, fysiek netwerk, je trekt een middenvol station, trek je ergens uit. Maar de, 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 de lood, dus de, de stroom moet geherdistribueerd worden over het netwerk. Maar als die te hoog wordt op een vervolgstation, dan krijg je vervolgens dat daar een station uitvalt. Nou, zo valt heel Amsterdam uit op een gegeven moment. Een paar jaar geleden gebeurt het nog. En datzelfde principe kun je ook toepassen als als ik nou een laadpaal bezet, of een laadpaal valt uit en een andere laadpaal wordt bezet door een andere gebruiker. Terwijl een normale gebruiker die, daarheen, die daar zou komen, die kan dan ook die gebruik maken van die laadpaal. Die wordt ook als het ware weggeduwd. Dan zie je cascades van mensen die dus. Inconvenience, dus die moeten naar een andere laadpaal... dan ze eigenlijk hadden gewild in zo'n systeem. En is, dus ik ben in mijn, zonder Neo4j, want ik doe dat met, met, met Python en R, uh, ben ik op zoek naar dus het stimuleren van de kaskades in zo'n systeem om uiteindelijk, dus het systeem robuuster te maken. En dat is een typische netwerkeigenschap dat je een, een systeem wil je robuust maken. Ja, eigenlijk uh, kan je, je die parallel weer heel sterk trekken, wat we natuurlijk met het internet ook uh, eigenlijk de providers rondom ons heen uh, dagelijks uh, zien. Wat gebeurt er als er een switch of als er een router uitvalt? Uh, waar moet het verkeer dan naartoe gerouteerd worden? En dat soort dingen. Dus ja, het is een heel herkenbaar graafprobleem natuurlijk. Ja. Echt tientallen van, van dat soort van dingen en, uh, ik ga het straks nog eentje vermelden in, in mijn, mijn spreebord later over, uh, over luchthavens. Uh, luchthavens waar vertragingen beginnen op te treden in belangrijke hubs en dan krijgt de volgende hub daar last van en de volgende hub krijgt er last van. Of, uh, de meest inspirerende vind ik nog altijd uh, uh, het, uh, het, uh, het verhaal van de introductie van de wolven. In, uh, in uh, Yellowstone. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is een fantastisch verhaal over uh, de herintroductie van wolven in een natuurpark. Ja, de, en de, de, de link naar uh, Neil 4 en Grant. Oh, dat is nooit oh, gelijk helder, maar dat ga je zo tegen. Dat ga ik nu even ja. aan uitleggen. Dat Trouwens, dat heb ik niet uitgevonden. Dat is, dat is echt onderzoek van een natuurwetenschapper. Uh, en waar die dan uiteindelijk uh, laat zien hoe die introductie van wolven het gedrag van de rendieren aan... aan, aan, aan uh, Aantast, zal ik maar even zeggen. Uh, daarna de beren. Daarna uh, de bosjes van de, van de, op de oevers van de rivieren. Daarna de erosie van de rivieren. Daarna de loop van de rivieren. Je moet het maar eens opzoeken op het internet: uh, How Wolves Change Rivers. Dat uh, is een fantastisch verhaal, maar dat, is, dat zijn die dependency graphs. Dat zijn, dat zijn verbanden tussen verschillende entiteiten. Ja. En guess what? Ja, graphs zijn helemaal gewoon fantastisch in. Dat is echt uh, keer op keer op keer. Ja, als je nou... In, sorry, ik weet niet of je nog vragen hebt, altijd Maar wat ik zo benieuwd naar ben, is hè, in, de, in de traditionele cloud omgevingen pak je je dataset, hebben eh, we Ferdika gehaald. Die zei, binnen de database laten we wat ML-algoritmes erop los. En uh, nou, uh, IBM en, en Azure doen natuurlijk hetzelfde. En uh, Google al, toch ook wel. Het AutoML. Allemaal machine learning-algoritmes op die dataset. En dan rolt een leuk antwoord uit. Neo4j, tot nu toe hebben we gepraat over de structuur van de dataset... Ik, ik ben een manager en ik, ik, heb, ik heb zo nu mijn, mijn Neo4J uh, heb ik lekker draaien in mijn omgeving. Krijg ik daar ook een pakketje met, met algoritmes erbij waar ik iets mee kan? Of moet ik het allemaal zelf gaan schrijven? Nee, nee, helemaal niet. Hè. Dus, uh, het is ook echt een, 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 een belangrijk onderzoeksdomein voor ons. Uh, we zijn gestart als een, als een, echt een databanksysteem waarbij, waarbij je echt. Ja, puur vragen gaat stellen en uh, ja, antwoorden gaat krijgen. Um, maar nu meer en meer, ja, je weet niet wat je niet weet. En dus heb je ook algoritmes nodig om nieuwe inzichten uh, naar boven te halen. We hebben dus een hele nieuwe algo library gemaakt uh, met ja, heel veel verschillende soorten van algoritmes. Uh, gaande van pad, uh, pad algoritmes, die, die kortste paden, snelste paden, lowest cost, uh, whatever it is, uh, al die verschillende pad algoritmes. Dan heb je similarity algoritmes waarbij we eigenlijk gelijkenissen tussen verschillende dingen aan beginnen te berekenen. Dan heb je nog community detection, hè, om, om te kijken van welke dingen horen nu bij elkaar. Hè, en en welk, wat zijn dan bijvoorbeeld de, de verbindende eigenschappen tussen verschillende, uh, verschillende, tussen verschillende communities. Ja, en en ja, daar zijn we nu heel erg aan het werk. We gaan het vanavond over hebben. We hebben 35 verschillende van die algoritmes uh, die in uh, uh, in 4 j worden opgenomen vandaag. Maar je, je ziet wat dat betreft ook nog wel dat uh, het soort algoritmes wat je vraagt ook wel weer anders zijn. Het zijn wel weer graafalgoritmes die je daarop loslaat. Dus uh, nou, recent ook inderdaad een boek, uh, een boek over uitgekomen. Um, maar de, de procedures wat je in, in, in wil zien. En bijvoorbeeld, uh, voor, voor mij is dat altijd een mooie uitleg. Uh, LinkedIn heeft op een gegeven moment een post uh, op het uh, systeem gehad dat je eigenlijk jouw LinkedIn-netwerk kon pakken. En geef me nu de communities maar eens in. In mijn netwerk. En daar kon je eigenlijk, uh, nou, in mijn geval kwamen daar dus de bedrijven waar ik gezeten heb. De bedrijven waar ik uh, als consultant gezeten heb, de projecten waar ik gezeten heb, die zie je eigenlijk al de communities in zo'n netwerk uh, ontstaan. En dat zijn eigenlijk wel weer hele interessante uh, patronen voor een uh, graaf. Ja, de, de toepassingen zijn, zijn enorm en uh, jullie enthousiasme is ook uh, enorm aanstekelijk. <laughs> ik krijg zelf ook zin om uh, met een graf database iets uh, te gaan doen. Maar dan komt de hamvraag: ja, wat kost dat nou eigenlijk? Uh... Of hangt het er ook vanaf, Rick? Ja, ja, kijk, ik zal proberen van uh, niet op die manier te antwoorden. Maar kijk, om er om ermee van aan start te starten is het, is het gewoon gratis, punt. Ja, dus uh, wij, uh, community uh, wij, edition, ja uh, absoluut. Dus uh, en daar zijn we nog altijd heel erg blij en trots op. We, hebben een, we zijn een open source bedrijf. We, bedrijven, we blijven een open source bedrijf. Um, en de community edition is een fantastisch product. Dat is echt uh, een, een geweldig ding. Um, ik gebruik het zelf elke dag. Um, het, is, uh, het is het is echt een heel erg een goed ding. Het is natuurlijk ook heel erg strategisch voor ons, want ja, elke concurrent die uh, de Graph Database markt op wil, die moet eerst beter worden dan onze Community Edition, ja, en dat is niet zo makkelijk. Ja. Dus uh, we zijn daar heel erg uh, trots en strategisch mee bezig. Um, natuurlijk uh, Enterprises, grote bedrijven, die hebben andere noden. Uh, die Community Edition, dat is perfect voor een developer op zijn laptop. Uh, die gaat er heel veel plezier mee hebben, die gaat er heel erg nuttige dingen mee kunnen doen. Maar als je een grote Enterprise bent, als je een ing bent, mm -hmm. als je de field bent, als je rijkswaterstaat Bent, als je economie bent dat, ja, en je wil iets in productie brengen dan heb je gewoon andere dingen nodig en dan heb je andere features nodig en die features ja daar laten wij voor betalen ja, en de uh, enterprise dat is de enterprise edition en dat start aan 15.000 euro per jaar en dat gaat naar ja een miljoen euro per jaar ja. dus uh, ja dat hangt er echt van af uh, meestal is dat uh, afhankelijk van um, het aantal servers en, en de kracht van die servers omdat dat de beste proxy is voor, uh, voor uh, de, de waarde die daar geleverd wordt. Uh, wij hebben echt ook contracten mee, met, uh, met andere bedrijven. Bijvoorbeeld uh, met een heel erg grote Europese uh, vliegtuigbouwer, die ik niet zal noemen. Uh, hebben wij een contract per vliegtuig. Dus wij worden betaald per vliegtuig. En ja. Dat soort van dingen, dat gebeurt vaak. En wat is daar dan de toepassing? Is dat predictive maintenance? Of... Nee, dat gaat over publicatie van, van, van technische documentatie. Uh, technische documentatie van vliegtuigen die heel erg uitgebreid kan zijn zoals je wel uh, kan inbeelden. En de real-time beschikbaarheid en de real-time analyses daarvan. Dus als ik een moer vervang aan een groot vliegtuig, dan wil ik weten waar in welke manual, van welk vliegtuig dat allemaal moet aangepast worden. Uh, en dat moet dan ook in real-time gebeuren. Vanavond uh, is er een, een Graph database. Uh, jullie zijn, ik heb het even nagekeken, volgens mij in 2012 gestart met, uh, met deze groep. Yep. Dat ja, de meetup bestaat lang. Ja, zeker. Eerste ja. keer uh, was er een man of uh, 30, 35, uh, geloof ik. Uh, waar was dat Ron? Weet jij het nog? Nou, ik, ik weet het nog precies. Uh, Rick waarschijnlijk niet meer, maar het was mijn oude studiegebouw. Dus het was uh, eigenlijk het gebouw waar, uh, waar mijn, uh, mijn studie was, uh, Nijenoord Noord 1, in Utrecht. Dus uh, ja, met Jim Webber. Die daar, uh, ja, een van de, ja, de chief scientists van uh, NIO. Van die daar, uh, ja, een uh, gigantisch amicale mooi, mooie man om te zien spreken. Dat is echt, ja, voor mij een van mijn favoriete sprekers die er is. Die kan, uh, die kan helemaal losgaan op, uh, op het podium, uh, maar nog steeds de inhoud be, uh, behouden. En uh, ja, dat... Uh, ja, dat was, dat was de eerste. Dat denk ik, dat er ja. is ja. En de community is gegroeid, want ik zag dat er vanavond uh, nou, tegen de honderd aanmeldingen zijn voor, uh, voor de meet-up groep. Ja, ja zeker. Um, en ook uh, de toepassing en het product is uh, ja, steeds robuuster en volwassen uh, geworden. Toch heb ik, heb ik het idee dat er nog wel een, een weg te gaan is, dat niet iedereen bekend is met, met Graph Database en de toepassingen en dat uh, de inzet ja, nog veel verder uh, uh, kan uh, Waar ligt dat aan? Heb je een heb je gevoel waarom een graph database, ja, in vergelijking met bijvoorbeeld een Hadoop, uh, voor mijn gevoel minder populair is? En corrigeer me als ik daar uh, helemaal verkeerde set uh, doe. Ja, maar het ligt eraan. Ik denk dat het een stukje maturiteit is gewoon van de markt. Ik denk ook dat het vaak complexere problemen zijn die wij proberen te behandelen. Complexere problemen die minder sexy zijn, die minder in de media komen, die minder... Ja, het daglicht zien zal ik maar even zeggen. Um, nu, ja, ik denk dat dat iets is dat uh, elke, elke meetup uh, vinden wij wel een nieuwe, nieuwe use case of een nieuwe klant die, uh, die geïnteresseerd is. Um, en dat uh, de geesten daarin zullen rijpen. Hè. Um, maar de j groeit elk jaar met uh, meer dan 50%. En, en ik denk dat dat ook gezond is, weet je. Uh, ik heb te veel start-ups gezien die uh, met 100, 200% per jaar groeien. En guess what, dat hou je dus gewoon niet vol. Hè. Ja. Dat, is, uh, dat, dat lukt dus niet. En Zijn er vaak... dus steeds serieuze groeizijvers? Uh, ja, 50% uh, is veel, ja, ik bedoel, ja. dat is echt, uh, En we doen dat jaar na jaar altijd op een, op een heel erg Zweeds, uh, conservatieve manier nog altijd, waarbij we... we ja, geen revenue kopen, hè, want ik kan dus revenue kopen, hè. ik weet niet of dat duidelijk is voor veel mensen, maar uh, als je gewoon genoeg marketing uh, dollars spendeert, dan krijg je gewoon revenue. Uh, wij doen dat eigenlijk niet. Wij, 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 wij hebben een veel natuurlijkere groei en ook altijd uh, heel erg sterk met het oog op, uh, op, uh, op uh, ja, de, de long term. Ja? Als, wij, als wij cashflow positief moeten zijn, dan kunnen we dat doen binnen zes maanden. En dat, uh, ja, de, dat is eigenlijk een heel, erg, ik vind, een heel erg ambitieus, maar lange termijn project. Vergeet niet, hè, Neo4j bestaat al van 2001. Ja. Ja. Dat, is, dat is lang hè? Ja. Graaftheorie bestaat nog veel langer natuurlijk. Als het nou als data scientist mijn eerste stappen wil nemen in deze, deze fascinerende ja, theorie en, en, en praktijk hoe doe je die eerste stappen? naar de meetup gaan natuurlijk, maar ja, dat ik, ook niet te suggereren. Dat, ja. dat snap ik wel. Stel <laughs> je voor je wordt in Groningen of je ergens de andere kant van Nederland. Hoe doen jullie je stappen? We well, heb, hebben, hebben daar echt een rol in te spelen. En dat is denk ik uh, ook meneer 4J. Wij hebben heel veel energie gestoken in niet alleen het, beeld, het bouwen van het, uh, van het product, maar ook in het bouwen van de markt. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar onze community-website, daar, daar vind je enorm veel gratis informatie, gratis trainings, uh, gratis product. Uh, je vindt daar er heel erg veel uh, waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Ik denk ook dat het heel erg nuttig is om daarbij betrokken te worden. Of uh, om, 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 om ja, ook in de community uh, actief te zijn en, en vragen te stellen aan mensen. Ik vind ook dat we daar een, uh, een heel erg actieve rol in, in blijven spelen. Um, maar als het een klein beetje tastbaarder wordt, uh, dan, ja, dan zeggen we altijd, ja, don't be a lonely document. Uh, uh, je moet eigenlijk altijd, ja... De vragen durven stellen. Hè. Je mag mij mailen, je mag rond mailen, je mag heel veel mensen uh, contacteren. En als er een, 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 ja, een, een, een legitieme vraag is, dan gaan we altijd proberen te helpen. Ja, maar ik denk de basislijn van alles: doen. Uh, als je inderdaad die ideeën hebt, en ik denk dat de, nou, de voorbeelden en de use cases zijn de legio, uh, doen. Pak een mijnpart, pak je een willekeurige re relationele database, maak een dump naar CSV en Start met inlaat. Lekker spelen en uh, lekker start met puzzelen. Ja, uh, en, en het model is zo natuurlijk, daar ben je notijd en ben je daarmee mee onderweg. Als ik als zelfs ik ermee weg kan, dan wil het iets zeggen hoor. <laughs> Heren, dank jullie wel voor uh, dit, uh, dit mooie gesprek. We eindigen de podcast altijd met een, uh, een vraag aan uh, de volgende gast. Voor wie is die, uh, Die Deloitte. De ja, volgende week zit het, natuurlijk met Deloitte over AI-transparantie en uh, accountability. Dus uh, uh, en we zitten naam met Salz. Dus ik heb de, de vrijheid gegeven aan Rek om een vraag aan een van beide partijen te stellen. En aan Ron die, die mag hem aan, aan Deloitte gaan stellen. Dus formuleer je vragen, Ron. Ja, nou, we, we hebben hem vandaag hebben we hem al een aantal keer uh, aangeraakt: uh, transparantie en AI. Uh, ik denk de voorbeelden zijn schrijnend. Er zijn legio voorbeelden te vinden waarin het, uh, ja, waarin het mis kan gaan. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven: pak een, een boeking, pak een picknick, pak een, uh, eigenlijk de, nou ja, een soort van half onschuldige bedrijven die ja. Business uh, maken met hun AI. Uh, goede recommendations uh, plaatsen, goede, op de goede mo momenten kortingen geven. Allemaal AI gedreven. Uh, als we dat transparant willen maken, geven we dan niet een klein beetje uh, het recept van Coca-Cola weg. Uh, dus ja, ik ben dan wel benieuwd, uh, waar leggen we die balans? Wanneer dan wel transparant, wanneer dan niet? Mag een commercieel bedrijf dan wel ja, zijn recept bewaren? Want ja, dat is toch zijn commercieel goed? Uh, ben heel benieuwd goede vraag mooie vraag Rick. Ja, Daar ga ik niet, haag, haag niet over kunnen, denk ik. Uh, een heel mooie vraag. Uh, maar ik ben natuurlijk benieuwd uh, naar uh, SAS, die toch ook in de data-analyse-wereld uh, nog veel langer dan wij uh, rond, uh, rond, rondlopen. Hoe zij kijken naar uh, ja, de integratie en de synergie tussen de traditionele BI-verhaal, uh, waarbij toch heel vaak gekeken wordt naar aggregatie-informatie en, en, en ja, allerlei uh, statistische modellen. Hoe zij de, de graaftheorie in hun uh, wereld willen integreren en hoe zij daar uh, eigenlijk, een, uh, ja, misschien wel samen met Neo4j uh, leuke dingen willen doen. Prachtig, ja, nou, ik zie zo een relatie tussen SAS en Neo4j door de dataloog komen. Hoe als je het over graven, toch net, wil je die, die relaties die plakken, hè? Ja. De relaties zijn er altijd uh, als ja. sluit jij hem af? Ja. Ron, Rick, nogmaals uh, bedankt voor uh, jullie komst en uh, ja, het mooie gesprek. Genoeg uh, geheel, wederzijds. Jörn, het er genoeg om uh, erbij te zijn. Hartstikke leuk. Ja, ik ga nog vaker dataloog opnemen met jou. Ik, uh... Leuk, ha ik kijk wel of zo, ja, absoluut. Dankjewel, tot... kerels. En tot de volgende. Luisteraars, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.